Goedemorgen iedereen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en gisteren was de marathon van Gent en ik ben compleet naar de kloten. Mijn Garmin geeft aan wat uw hersteltijd is van een inspanning. Bijvoorbeeld als je rustig gaat gaan fietsen, dan komt er zo op 16 uur herstellen of zo. Of als je rustig gaat gaan lopen, 8 uur herstellen. Gisteren liep ik de marathon en na de marathon kwam erop 91 uur herstellen. Of, allez, s'avonds al, als ik hier keek. Dus waarschijnlijk zelfs nog meer. Waarschijnlijk 94 uur of zo, net als ik de marathon had gefinished. En nu kijk ik, in de ochtend krijg ik zo'n dingetje van training readiness. Dus dat wil zeggen, hoe klaar ben je om een nieuwe training te doen? En dat is een score op 100. En meestal zit ik zo tussen de 85 en de 100. En nu zit ik op 2. Nu sta ik op 2, want ik heb een foto getrokken. En er staat onder, blijf sterk. Ik voel al aan alles dat het een heel pittige dag gaat worden. Maar fijn dat jullie er zijn, vergeet zeker niet te liken, vergeet zeker niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Nog en zo nog. Ik heb net mijn boektas gemaakt om naar mijn stage te gaan. Ik heb compressiekousen aangedaan, want ik weet niet hoe ik dat ga overleven. Ik heb wel een beetje last van mijn rechterknie. Dus ik neem sowieso een weekje rust van lopen nu. En misschien ga ik een keer gaan fietsen of een keer gaan zwemmen, want dat zie ik nog wel. Maar alles is niet de eerste paar dagen, want eerst ga ik even gewoon een beetje recoveren. En gewoon even niets doen om de impact op mijn gewrichten en zo even gewoon zo laag mogelijk te houden. Het enige wat ik nu ga doen is even focussen op mijn stage en de vlogs editen. En mijn bachelorproef, dus dat is een beetje alles wat aan mijn focus naar gaat. Dus even geen sport, dus dat is ook goed. En dan binnenkort kunnen we terug opbouwen richting de andere wedstrijden die eraan komen in voor de rest van het seizoen. Op zich mag ik wel tevreden zijn met de marathon, denk ik. Ik ben wel fier, want een persoonlijk record lopen van 27 minuten is eigenlijk niet slecht. Het is gewoon niet de tijd die ik had gedacht, maar daar leert je ook uit. En de marathon is een echt leerproces. Uiteindelijk mag ik wel gewoon fier zijn. Ik ben nog altijd in de top 25% van iedereen gefinished. Dus ik heb gewoon wel een heel goede tijd gelopen. En als het nu niet lukt, dan zal het wel de volgende keer lukken. Een beetje meer trainen dan, een beetje langer trainen. En dan komt dat wel in orde. We gaan nu vertrekken richting het station. De katjes zijn een beetje zot. En daar ga ik Noah aan afzetten. En dan ga ik richting mijn stage vertrekken. Fijn dat jullie er zijn. Dit is hoe ik nu moet stappen. Want anders doen mijn benen te veel pijn. Goedemorgen. Goedemorgen, Desselburger. Gaat je kunnen rijden? Straks als ik op mijn gaspedaal duw, schiet ik in de kramp. Oh. Ik ga gewoon niet uit de auto geraken straks. Oei oei oei. Ik wou ook nog een loopvlogje maken, want ik heb beelden wel opgenomen voor een loopvlog. Maar ik heb gewoon letterlijk geen energie meer gehad gisteren om mijn GoPro te gaan halen en dan wat te filmen. Geen tijd meer. Jawel? No stress. It's all gonna be fine. Je trein was toch pas om 50? 52, ja. Ja, no stress. 8 hours later. Guys, ik wil de marathonvideo opnemen, maar de zon staat daar. En ik moet eigenlijk zo filmen, want dan is het licht goed, maar op die achtergrond staan er hier hekken. Ik weet niet of je dat echt kunt zien, maar zo daar, en dat is niet zo super mooi. Dus ik weet niet echt of het licht nice is. Ik denk dat ik nog even rond ga rijden naar een andere plek. Misschien kan ik daar dan de marathonvideo opnemen. Oh jongens, ik stap nog steeds zo. Ik heb niet echt een mooi plekje gevonden om op te nemen, dus misschien doe ik het morgen dan. Maar dan ga ik nu gewoon editen en zorgen dat alles in orde staat voor de vlog die vandaag online moet komen. Of gisteren online moest komen en vandaag online moet komen, dat die al klaar zijn. En dan probeer ik de vlogs af te krijgen voor... Of dan probeer ik morgen de vlog te maken van de marathon. En dan die ook al een beetje op tijd edit. Ik denk niet dat die op tijd gaat komen. Maar ik ga wel mijn best doen om die dan waarschijnlijk de dag erna dan online te krijgen. Maar zoals je ziet, ik heb gewoon stage, dus dat is een beetje lastig. Jullie willen niet weten hoe gefrituurd ik ben. Ik zit hier al even achter mijn pc en ik krijg gewoon... Het lukt mij niet om te editen. Ik ga het wel nog sowieso afmaken vandaag. Ik ga mezelf pushen, maar het is even lastig vandaag, want ik voel mij zo moe. En ik heb ook, en anders ga ik gewoon weer te veel achter raken, dus ik ga gewoon mezelf even pushen dat ik het afmaak. Maar ik ben stijf aan mijn schouders, aan deze arm. Mijn benen zijn stijf. Oh, ik wil zo graag slapen. En zo nog graag even een douche nemen. Maar ik denk dat ik dat morgenochtend ga doen. En morgenochtend een douche ga nemen. Ik ga mijn wekker op tijd zetten, even een douche nemen. En dan kan ik misschien zelfs morgenochtend nog de video opnemen van de marathon. Want uiteindelijk is dat gewoon maar 20 minuutjes babbelen. En als ik dan een half uurtje vroeger opzet, 20 minuutjes babbel, dan heb ik die video toch ook al opgenomen. En dan moet ik dat niet meer s'avonds doen. En dan kan ik s'avonds wel gewoon editen direct. Dus dat lijkt me ook nog een handig plan. En dit is, ja, ik ben hier aan het uitleggen wat het parcours is. En ik denk niet dat de vlog de dag daarna super lang is. Dat is de vlog dat ik ga carplayen en zo. Alhoewel, ik heb wel redelijk veel gefilmd dan. Maar kijk, dat is dus het leven van de programmeur nu. Ik zit gewoon een hele dag op stage. Ik kom thuis, ik moet editen. Maar we zijn begonnen aan week 7.
Ik denk oprecht dat letterlijk nog maar 4 weken is nu. Maar nu heb ik 1 week en volgende week is de week vakantie. Dus dan ga ik proberen wat leuke content te maken. Elke dag toch wel iets nice te doen. Ook sowieso voor de vlogs dat dat ook nice is. Ja, dat ik toch gewoon een keer een week terug wat leukere content heb. Deze week qua sport, ik ga nog zien wat ik ga doen. Ik ga misschien kijken om, als ik de video van de marathon af heb, om misschien mijn koers iets zo een keer te kuisen. En anders doe ik dat gewoon een keer s'avonds om te kuisen. En dan kan ik daarna nog editen. Maar dat is sowieso nog iets wat ik wil doen deze week, zodat ik sowieso ook en een keer kan gaan fietsen, misschien even een rondje, even gewoon het zuur uit je benen, want uiteindelijk is het ook niet slecht om te bewegen. En ik weet, eigenlijk moet niet intensief gaan sporten, gewoon een keer een uurtje gaan fietsen, of een keer 45 minuutjes gaan fietsen, is ook altijd een keer nice. Lopen ga ik sowieso nog niet doen, of een keer gaan zwemmen zelfs, dat ik dat ook nog een keer kan doen, want bewegen is sowieso goed, en dan kun je alles een keer wel loswerken, dat je uiteindelijk hopelijk wat minder stijf zit dan dat ik nu ben, want het is wat pittig. Maar op het einde van de week zal ik wel in orde zijn. En dan vanaf volgende week kan ik terug op beginnen lopen. Deze week wil ik ook nog sowieso mijn raceplanning samenstellen. Dus de races die ik nog ga doen. En hoe dat ik daarvoor naar ga trainen. Wat belangrijke wedstrijden zijn enzovoort. Ja. En als je moe zit, dan zit je altijd veel later dan dat je gepland bent. Maar de vlog is eindelijk af. Ik ga mij nu klaarmaken om in mijn bedje te gaan. Dus dat wil zeggen mijn gezichtje een keer verfrissen. Mijn tandjes poetsen. En dan gaan slapen. En dan mijn wekker op tijd zetten voor morgen vroeg de vlog te maken. Dan ga ik gewoon zorgen dat ik deze vlog morgen vroeg upload. Want ja, nu heeft dat niet veel zin meer. Ik heb wel een TikTok ook gemaakt en die op Instagram en op TikTok gezet. Ik kreeg een reactie onder andere in mijn DM dat vloggen en lopen niet samen gaan omdat dat te veel energie verspilt. Daar wil ik ook gewoon even zeggen voor de mensen die dat denken. Ik maak gewoon mijn vlogs omdat ik niet fantastische tijden loop. Allee, ik loop, het is niet dat ik slecht ben. Ik ben in de beste 25% van alle marathonlopers in mijn agegroep en gewoon van iedereen. Dus het is niet dat ik slecht loop. Ik ben geen slechte loper. Maar het is niet dat ik een toptijd loop van top 10 of zo, snap je? Of top 50 zelfs, of top 100. Op zo'n grote wedstrijd. Dus ik heb dan liever dat ik gewoon mijn ervaring deel met jullie en dan gewoon jullie meeneem in mijn ervaring wat ik heb gedaan. En dat ik hopelijk misschien iemand kan inspireren om te gaan lopen. En dat is voor mij veel meer waard dan dat ik 5 minuten sneller zou lopen als ik niet zou hebben gefilmd. En dan zou het ook al de vraag zijn, zou dat effectief zo zijn? Want langs de andere kant, die vlog pusht mij ook mentaal om te zeggen van, zeg, ik ga niet stoppen. Ik zit hier altijd te zeggen dat ik het kan en dan ga ik hier stoppen. Dus die vlog pusht mij langs de andere kant ook wel een klein beetje om iets harder te gaan dan dat ik misschien normaal zou doen ofzo. Dus dan neem ik jullie liever gewoon mee. Dus daar even aan jullie. Ik wil ook gewoon even zeggen, het spijt me dat de vlogs alleen gewoon veel in mijn kamer zijn. Ik vind dat ook oprecht jammer. Maar mijn stage is bijna gedaan, nog gelijk 20 dagen stage met 1 weekje vakantie. Dus tussen, gelijk dat ik daarnet heb gezegd. En dan gaat dat sowieso al een pak beter zijn. Dus ik ga mij klaarmaken om te gaan slapen en dan maak ik gewoon morgen, zie ik gewoon wel morgen wat ik doe. Ik ga geen beloftes meer doen, want ik zie gewoon wel wanneer ik wat afkrijg. Ik merk gewoon dat ik gewoon te moe ben. En ik kijk wel wanneer dat ik dingen afkrijg. Dus ik doe mijn best. En dat is denk ik het belangrijkste. Zolang dat ik de vlogs maar online zet uiteindelijk, dan is dat allemaal goed. Voor mij is dat geen probleem. Ik ga nu mijn tandjes gaan poetsen. En letterlijk, dit is hoe ik nu moet stappen. Dat is niet eens op te lachen. Ik stap letterlijk. Ik moet letterlijk zo stappen. En nog heb ik... Wacht, ik zal even tonen waar ik pijn heb. Hè. Dus dit zijn mijn bovenbenen. En hier heb ik echt pijn als ik door mijn knie ga aan mijn bovenbenen. Gewoon omdat die zuur zijn. En mijn rechterknie hier. Dit is mijn knieschijf hier. En die knieschijf doet echt pijn. Dus dat is wel een beetje vervelend. En dan morgen weer een nieuwe dag stage. En hopelijk weer een goede dag stage. Vandaag ben ik trouwens wel langer gebleven op mijn stage, dus misschien dat ik morgen wat vroeger naar huis ga dan. Ik zie jullie morgen weer in de gloednieuwe vlog om 6 uur. Merci om te kijken, merci voor alle support, merci voor alle liefde. Op de loopvlogs de afgelopen tijd, we zijn echt een goede community aan het worden, dus dat is leuk om te zien. En daar komen zeker nog leuke doelen aan dit jaar. Ik zie jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao, kus.